Hoi, ik ben Maaike en wat leuk dat je samen met mij iets over biologie wil leren. In deze video kijken we naar basisstof 2.2, organen van planten. Net als mensen en dieren hebben planten ook organen en orgaanstelsels, onderdelen die een bepaalde taak uitvoeren. In deze video kijken we welke organen we bij planten herkennen en wat hun taak is. In de video over basisstof 2.1 hebben we gekeken naar de organen bij mensen en beesten. Maar ook planten hebben organen en orgaanstelsels. Organen die we bij planten herkennen zijn bijvoorbeeld wortels, stengels en bladeren. Over het algemeen hebben planten wortels. Die zien er bij elke plant anders uit. Vaak zie je een hoofdwortel. Die loopt in het midden. Met zijwortels, die heb je daarnaast. En aan de zijwortels vinden we wortelharen. Maar niet alle planten hebben alles. Soms zie je alleen een hoofdwortel met wortelharen. Wat elke plant sowieso heeft zijn wortelharen, want die zorgen voor de opname van water en mineralen. Deze mineralen zijn het voedsel van de plant en zijn opgelost in het water. Verder zorgen wortels ervoor dat een plant stevig vaststaat in de grond. Wanneer een plant veel wortels heeft, kan hij niet zomaar uitgetrokken worden of omvallen. Er vindt ook opslag van reserves plaats in de wortels, zodat de plant in tijd van tekorten toch kan overleven of, zoals in de paardenbloem, dat de plant weer opnieuw kan groeien na een rustperiode, bijvoorbeeld zoals in de winter. Soms eten we de reserves op, zoals bij aardappelen, worteltjes, bietjes of radijsjes. Dat zijn verdikte wortels met reservestoffen. Tussen de wortels en de bladeren vinden we de stengel. Door de stengel van een plant lopen de vaten van de plant. Alles wat de plant nodig heeft, water en mineralen, gaat van de wortels naar de bladeren. En alles wat de plant maakt, suikers door middel van fotosynthese, gaat van de bladeren naar de wortels toe waar reserves opgeslagen worden. Daarnaast geven stengels stevigheid aan de plant. In kruidachtige planten, doordat er voldoende water in de stengel aanwezig is, en in houtachtige planten, dus bomen en struiken, doordat er hout aanwezig is in de stengels. Aan de stengel zit het blad vast met de bladsteel. Het groene gedeelte noemen we de bladschijf. Deze bestaat uit verschillende onderdelen. De bladsteel gaat over in de hoofdnerf. Deze split zich op in zijnerven. Via de nerven wordt het water en andere stoffen vervoerd. Bovendien biedt het stevigheid aan het blad. Alles tussen de nerven noemen we het bladmoes. In het bladmoes vindt fotosynthese plaats. Daar is water voor nodig. Het water dat door de wortels opgenomen wordt uit de grond, gaat via de vaten in de stengels naar de nerven. Van daaruit komt het in het bladmoes terecht, waar het gebruikt wordt voor de fotosynthese. Soms liggen de vaten samen. Dan noemen we ze vaatbundels. Alle vaten en vaatbundels samen noemen we het vatenstelsel. Via het vatenstelsel gaat niet alleen water van de wortels naar het blad, maar gaan ook de fotosyntheseproducten die in het blad geproduceerd worden, naar de wortels voor opslag en de rest van de plant voor groei. De taak van het vatenstelsel is dus transport van water en stoffen. Wat leuk dat je hebt gekeken. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan eens naar de volgende video's. En wil je op de hoogte blijven wanneer er een nieuwe video beschikbaar is? Abonneer je dan op mijn kanaal. Tot snel!